Plants vs. Steel, it's about time, hier op Hoof Gaming. En vandaag is het tijd om een nieuw plantje te gaan showcasen, namelijk de Gumnut. Verder gaan we nog de Epic Quest van de Begoold Blitz voltooien. En we gaan Dr. Zamas aanvallen. Dus laten we daar snel mee beginnen. Daar gaan we op de Hardest Difficulty. Zullen jullie denken, oh mijn god, waarom doe je dit nou? Want de Hardest Difficulty, daar heb je altijd heel veel problemen mee. Maar uit mezelf heb ik gewoon in één keer een strategie bedacht, wat in één keer, hoepsakee, wel redelijk riskant was, maar tot nu toe al 6 keer gelukt is. Achter elkaar. Dus daar zijn we helemaal blij mee natuurlijk. Ik ben een beetje confused waarom ik helemaal geen geluid hoor. Hallo? Oké, het zal wel. Komt helemaal goed. Even kijken, we gebruiken de Concealment, we gebruiken de Gold Bloom. We gebruiken onze Pyrovine, omdat we nou in het ijsthema gebied zitten, de Frostbite Caves. We gebruiken de Boning Bulb en wat extra Bombardment om extra zombies uit te schakelen. Zo, prepare defenses. En ik hoop dat er daar nog leuke muziek komt. Anders moeten jullie naar mijn geweldige stem blijven luisteren de aankomende 10.000 uur. En dan worden jullie denk ik ook niet heel gelukkig van. Ready, set, plant. Ja, kijk. Daar begint de gekke muziek van Dr. Zombies. Lekker bezig. We moeten 13 geweldige stukjes van Zombies uitschakelen. Dat moet denk ik weer helemaal goed komen. Want wij zijn nou al lekker bezig met nummertje 1. Kom mee, goed zo. En ja hoor, dat is 1. Nou, kijk, daar komen de rode zombies uit de gekke witte portalen. En wat ze er nog geen sprite voor hebben bedacht. En zo. En dat wat naar beneden met jullie. En vuur. En vuur. Oké, en bombardment. Iedereen eventjes de laatste klappen te geven. Zo. En hoe gaat het met jullie allemaal? Gaat het goed? Ik hoop wel natuurlijk. Anders zou ik heel erg verdrietig worden als het niet goed met jullie gaat. Met mij gaat het in ieder geval wel goed, inderdaad. Ja, oh. Zolang we dit level halen ben ik helemaal blij natuurlijk. Nee, naar beneden met jullie. Ja, dank u wel voor mijn plantenvoedsel. Helemaal top. Kijk, wat we dadelijk iets boven nog wel moeten doen met de bombardment. Ja, dat gaat. En dan gebruiken we onze special ability. Zo. Maar in ieder geval, nou hebben we nou, vandaag heb ik echt een opnamestream dag gehad. Ik heb lekker Kingdom Rush Vengeance heb ik opgenomen. Eerst heb ik voor mijn zoomer opgenomen. En nu ben ik met mijn songs aan het opnemen. Want ik dacht van ja, dit is zoveel leukigheid wat ik nog niet heb geshowcased op dit kanaal. Dit moet ik even laten zien aan jullie. Als je denkt, hoe wat voor leuke geit is dat dan? Nou, er is dan natuurlijk Begoold Blitz, die hebben we niet aan jullie laten zien. We hebben een nieuw plantje, de Gumnut, die hebben we ook niet aan jullie laten zien. En dat zou natuurlijk zonde zijn als ik jullie daarvan weerhoud. Jazeker. En natuurlijk ook gewoon weer een nieuwe zonbos. En denk ik, ja, dan is het zoveel, dan is het gewoon echt zonde. Dus jullie moeten wel waarschijnlijk een tijdje wachten of voordat jullie deze aflevering kunnen zien überhaupt. Maar is het wachten natuurlijk wel waard, hè? We hebben natuurlijk wel heel veel te doen. Zo, kijk, het is altijd net op het randje, maar we halen hem wel. We halen hem wel. Zo, geen extra dingetjes, dat niet helaas, maar wel onze geweldige 20 kiwi-zaadjes. Helemaal top en geweldig. En mijn kostuurtje is weer aan het kraken. En zoals jullie van mij gewend zijn, ben ik ook weer elke aflevering lekker aan het kloten met het geluid goed te krijgen. En ik heb zeg maar een balletje met gamegeluid en live commentaar. En dat maakt niet uit bij elke game welke ik maar opneem. Daar heeft hij weer een ander niveau voor nodig. Voor mij zal ik mijn Kingdom Rush Vengeance gewoon in één keer perfect doen. Ik was er helemaal trots op, want ik hoefde helemaal bijna niks te editen. Alleen mijn Plants vs. Zombies 2 is toch zoiets speciaal iets, daar moet ik altijd wel extra mee schuiven. Wat een rare muziek trouwens om mee te beginnen. Oké, we gaan nog 1 keer deze doen. En als we deze gedaan hebben, dan gaan we denk ik over naar 2 levels of zo van Gumnut. Dan gaan we nog een paar levels Begoold Blitz doen. Dan doen we weer een lekker zombies leveltje doorheen. En dan zien wij wel weer wat er allemaal gaat komen. Ready, set, plant. Let's go. 13 balletjes. Zo, onze Pyrovines, zodat wij niet bevroren raken. En mogen wel iets meer zon krijgen. Ja, dankjewel.
En dat is hier appreciëren. Ja, oké, nog meer zonnetjes. Dat vinden wij natuurlijk helemaal leuk. Even kijken. En bam, bam, bam. Oké. Nou is iedereen onder de grond gesmokkeld. Ze moeten wel oppassen dat we nou wel iedereen goed kunnen uitschakelen. En niet een beetje gaan koekeloeren naar de buren. Ja. Oké, jij ook. Hoppa, gewoon een firefight neerzetten. We moeten niet er lang mee gaan wachten. Ja, lekker bezig, lekker bezig. Oké. Kijk voor de middelste lijn. Oké, iedereen onder de grond met jullie. Onder de grond met jullie. Lekker naar beneden met de concealment. Oh, 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 oh. Ik dacht dat ik nog een plan had geschoten. Maar dat had ik helemaal niet. Dat is niet zo slim van mij. Nee, dat is niet zo slim. Kijk, naast die andere kant ook weer lekker aan dat vervelen. Dat is super. Ja, zo. Ja. Plats, plats, naar onderen met jullie. En ja. Hoppa, kom op, kom op, kom op. We hebben nog een minuutje om één healthbar naar beneden te halen. Ik kan die bijna niet versnellen. Zo spannend is het. Dit is toch niet te geloven. Nou. Een halve healthbar. Ja, dat komt goed. Dat komt goed. Hatsplats. En uitgeschakeld. Lekker bezig. Nog een halve minuut om extra rewards te krijgen. Ja, daar zijn de muntjes. Lekker, lekker. We hebben nog een paar diamantjes nodig. Zo, dat is weer heel erg spijtig. Dan maar 4 power tiles deze keer. Ja. 3, 2, 1. En victory. 20 kiwi-saadjes zijn voor ons. Super tol. Nou, we zijn in ieder geval met een vol actieaflevering. Of ja, ik wil zeggen vol actieaflevering. Een aflevering vol actie zijn wij begonnen. Nou, dan hebben we een beetje gewoon bijgekomen zijn van alle drukte. Dan gaan wij lekker verder en met een volgend evenement. Namelijk de Gumnut. Ja. En wat is de Gumnut, vragen jullie je dan af? Nou, de Gumnut zal ik eens even uitleggen. De Gumnut is een nieuw plantje. Oh, misschien doet Penny dat trouwens. Gumnut pop sticky gum into zombies. Blocking other zombies behind. Nou, dat is een hele mooie uitdaging. Of een hele mooie uitleg inderdaad. Dan zal ik het even in het Nederlands in jullie uitleggen. Kijk, dit is de Gumnut. Super schattig. Hij heeft een soort van grote mortierpuntje op zijn hoofd. Blijkbaar blijkt hij heel accuraat te zijn met een plantje in de real life wereld. Maar dat maakt niet uit. Deze kun je dus gebruiken en zetten op het veld. Dan is hij lekker allemaal gum aan het kauwen. Of kauwgom aan het kauwen. En als er dan een zombie dichtbij komt, dan gaat hij een hele grote kauwgombal of bel tegen zijn kopje aangooien. Hier, en dan zit hij vast. En dan gaat hij lekker knagen en lekker knagen. En alle zombies die daarna nog in zijn lijn erachteraan komen schuiven, die zitten vast. Die kunnen niks. En je blijft dan eigenlijk... die gum heeft iets van 10.000 health. Dus echt bijna impossible voor de zombies hem uit te schakelen. En de gum die verdwijnt weer als je de zombie die vast is gegumd weghaalt. Dus je kan volgens mij ook met een explorer laten bevriezen. Ja, zeker. Hoppa! Zo, kijk, er staat hier mooi even vast. En die staat dan ook mooi vast. Ik weet nog niet inderdaad of hij nog wel zijn, zijn impje kan afvuren. Dat gebeurt helaas wel, dus dat is wel een beetje spijtig. Oké, dan doen we het zomaar. Dan is hij hier veel weg. Maar je kan dus de gumnut gebruiken om zombies te stalen. Maar buitenom dat kun je de gumnut ook nog gebruiken. Voor met zijn plantvoedsel om meerdere zombies tegelijk te stalen. Wow! Superleuk! Dus dan kun je in principe een hele hoop zombies in jouw lijn kun je stilzetten. Zodat ze lekker blijven knabbelen. Dat jij lekker rustig de tijd hebt om de zombies uit te schakelen. Alleen het enige nadeel aan de gun, dat vind ik zelf, is dat het best wel duur is. Zo'n iets van 175, 150 zon. En jij krijgt er in principe maar één use uit. En als je dan net aan een hele zwakke zombie kauwgom geeft, ja, dan heb je er niet echt heel veel aan, zeg maar. Dan geef je iets van 175 zon uit om 2 seconden te stallen voor een baby zombie. En dan zou je af kunnen vragen van, nou, dan ben je om apart te gaan brabbelen van, nou, de gumnut is slecht, dat moet je niet doen, hé. En welke moet ik dan doen? Nou, ik wou zeggen, misschien gaat hij het zelfs hier laten zien. Je zou de gumnut dan heel goed kunnen gebruiken tegen een Gargantuar of wat Far Future dingen. En misschien ook wel de Barrel Zombie, wat we nou gaan zien.
Wat gaat hij doen, dames en heren? Wat een spanning. Ik denk dat hij gewoon stilstaat. Ja, hij staat stil. Helemaal mooi. Doet onze spiker dan nog steeds in zijn schade? Ik durf het eigenlijk bijna niet te doen, terwijl ik iets meer plantjes heb. Oh, dat is echt een heel teleurstelling. Oh, hij doet al wel schade, zie je dat? Ook al staat hij nou stil, hij doet nog steeds schade aan de gum, want hij wordt opgegeten. Oh, dat is niet zo mooi, hè? Ja, oeh, nou is de gum bijna weg. Oeh, dat is awesome. Dus je kan gewoon een spike rock gebruiken om de barrel gewoon in leven te laten. Maar wel de zombie uit te schakelen als hij gegumpt is. Interesting, interesting. Maar goed, voor de rest. Je kan dus inderdaad de gum gebruiken om bijvoorbeeld een Gargantua vast te zetten. Om een Far Future Mac vast te zetten ofzo. Of misschien zelfs onze geweldige grote vriend, de voetbalplayer. Dat is ook altijd een hele erge threat, omdat hij al dat gelijke plantje moet uitschakelen. En daar hoef je nou niet veel zorgen om te maken. Je kan een piano vastzetten. Die is ook altijd lekker heel vervelend om mooie spike rocks overheen te wandelen. Of andere plantjes overheen te walsen. Dus in principe elke sterke zombie wat je maar kan bedenken, daar werkt de gunbelt heel sterk op. Bijvoorbeeld de Gargantua heeft iets van 10 slams nodig ofzo. Voordat hij eenmaal echt kapot is. En dat is best wel uniek. Want zelfs de Primal Walnut, wat in principe al best wel bijzonder was. Omdat hij dan iets van 3 slagen nodig had voordat hij eenmaal uitschakeld was op dat level 1. Heeft... Oh, dat is wel een beetje jammer dit, hè. Heeft de geweldige Gumnut iets van 10 slagen nodig voordat de Gargantua verder kan lopen. En dan iedereen die er achteraan komt lopen, die gaat ook nog lopen knagen aan die gum. Dus ja, ja, werkt hij goed? Ja, 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 redelijk. Doet dit schade? Dat weet ik niet. Huh. Heel interesting. Oké, dan niet. Ik was even heel confused. Zo, nou, dat mag van jou wel, hè? Ja, dat mag van mij wel. Oké. Dus als je de gunbelt ooit gaat gebruiken, gebruik het dan vooral tegen hele sterke zombies en niet tegen hele zwakke zombies. Want anders is het gewoon echt een waste of 175 zon. Ja, nou we dat een beetje hebben verteld, gaan we weer een beetje bekomen door Beguiled Blitz te spelen. Een van mijn, nou ik denk wel misschien wel mijn favoriete game mode die nou in dit spel zit. Denk je van, nou was dan je favoriete game mode buiten dit spel? Buiten dit spel vind ik de... Het soort Insane Aquarium versie nog het leukste, denk ik. Zeg maar dat je gewoon zombies kan voeren. Voeden. En aangezien ik echt helemaal verslaafd ben aan het aquarium, vind ik dat ook heel leuk om te doen. Iets van Zombie Aquarium of zo, weet ik van wat het was in Plants vs. Zombies 1. Maar dan vond ik een hele leuke game mode. En daar zouden ze in principe ook heel ver op ver kunnen bouwen. Al was het meer als een soort van running joke, omdat het ook een Pokémon game was. Maar goed, dat zou kunnen. Ik denk dat we nou lekker gaan sparen om de ISP te upgraden. De ISP die kan lekker heel veel zombies stunnen. En vooral onze hele gemene explorer zombie. Hoppa, snel. Ja. Goed zo, lekker bezig. Lekker alles stunnen, mijn vriend. Ja, ja, ja. Oh, moet ik eens kijken. Wat een prachtige aantal zombies. Wauw. We hebben zelfs 3 armored fantastische walnootjes bij elkaar gekregen. We zijn gematcht, maar dat kan ook wel. Nou, 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 nou. Wat een awesomeness. Ja, dit is best wel een interessant plantje, de Gunnut. Al denk ik zelf dat ik dat niet vaak ga gebruiken. Of ga gebruiken. Want dat kost best wel veel zon om in principe maar een one-time use... om als een one-time use zeg maar een zombie te stunnen. En dan denk ik van, ja, ik heb veel meer one-time uses, wat ik misschien wel heel fijn vind. En ook hele andere stunnage plantjes. Want de Iceberg Lettuce, denk ik, wat is er mis met de Iceberg Lettuce? Dat is een beetje raar. Dat is gewoon helemaal gratis. Als je straks Iceberg Lettuce heel hoog hebt, dan kan die echt meerdere zombies per lijn doen. Het enige nadeel wat dan zou kunnen zijn, is dat die iets van... ja, zeg maar, ongedaan kan worden door de vuurplantjes. Maar zoveel vuurplantjes hebben wij helemaal niet, hè? Nee, dat hebben wij helemaal niet.
Dus ja, dan zit je eigenlijk een beetje van, ja, leuk. Maar ja, ik kan eigenlijk ook andere plantjes gebruiken, maar soms voor andere dingen gebruiken. Ja, ik vind het een beetje een beest van een spier-seed, zoals ik zelf... Oké, dat was echt een hele... Doei jongens. Dat was echt een hele huge combo streak. Dat was echt een huge combo streak. Nee, maar ik zou gewoon andere plantjes kiezen, want ik vind het echt een beest van een seed slot. Om dan 175 zon uit te geven om één zombie te stunnen. En dan moet je ook de geluk hebben dat je de goede zombie pakt, bijvoorbeeld een Gargantua en niet een random mannending. Ja. Dat is niet echt iets voor mij. Nee. Even kijken, we willen sowieso die Sunbeam zo snel mogelijk weg hebben. Dus moeten we even denken, of even kijken naar de linkse kant. We hebben de Threepeaters, zou ik zeggen. Nee, het is de... Ik weet niet meer. De Repeaters. Die gaan dus de Pea-shooters vervangen. Puffs mogen ook nog even blijven. Dus ik denk dat we nou de Torchwood moeten hebben. Want die is volgens mij de vervanger van de Sunbeams. Jazeker. De Sunbeams moeten we snel mogelijk weg hebben. Want die zijn eigenlijk compleet nutteloos. Ja, fantastisch. Dit wilden wij graag. Oké. Een walnootje, dat vinden wij niet interessant om te gaan upgraden. We zouden ook kunnen kiezen om onze Fusion te upgraden. Alhoewel ik nou eerst van mijn Repeater ga. Ja. Repeater, dankeschön. Oké, dan gaan we nou voor de Fusion. Speciaal voor de andere mensen. Dan gaan we nou kijken wat we nog goed nog kunnen krijgen voor de Darien. Nou, dat was makkelijk. Oh, we krijgen nog een upgrade erbij. Dat is mooi. Iets wat wel flinke schade kan doen vanaf de achterlinies. Onze hele mooie Peanut. Zo, hopsakee. Fully upgraded. Ik zeg maximally upgraded. Dan zijn we goed in deze wereld. Ik wou zeggen, ik kan hem in fast forward zetten, maar dat is niet zo handig, hé. Want ik ga niet zelf snel een match door op fast forward te zetten. Ja, dat is echt één ding wat je niet moet doen bij deze game mode. Fast forward. Oh god. Jesters, oh god. Ik ben blij dat hij niet op de eerste lijn heeft afgevuurd dit. Dat was echt niet goed afgelopen. Als je een Repeater afvuurt met zijn plantenvoedsel op een Jester. Nee, daar wil je niet bij zijn. Daar word je niet gelukkig van. Kijk, dan gaan we nou nog één heel mooi level doen. Van Beguiled Blitz. Dan gaan we nog het laatste level doen van een Zombos. En dan gaan we nog een paar levels van Gumman doen. Nog een paar levels van Beguiled Blitz. En nog een Piñata Party. En dan is het leveltje van vandaag weer gesloten. So much whopping penny. Indeed, it is a call that yours, Dave. However, my sensors detect a rich reward of a preserve. Preserve. Nog wat eens. Keep calm and swap on. Oké, dat klinkt heel erg als een quote die ik wel vaker in het dagelijkse leven voorbij zie komen. Alleen op een iets andere manier. Maar dat maakt niet uit. Op Jara, wij gaan sparen voor onze twinse flowers, want wij houden van heel veel zon. Oké, dat was echt mooi, hè? Ja, ik zie jullie gewoon echt gewoon geëmotioneerd achter die buisjes zitten. Zeker. Waarom kan ik nou niks meer vinden? Jongens, dat was even een blackout. Ik zat te zoeken en ik zag niks. Nee, dat is niet zo mooi, hè? Oh, ik ben afgeleid door die zonnetjes. Dat moet ik niet doen. Afgeleid worden. We gaan nou sparen voor onze geweldige melonpults. Ja, die doen lekker veel schade, dus daar zijn we tevreden mee. Want ik zou niet weten waarom wat je zou kiezen voor een Dandelion boven een Threepeater. Ik vind de Threepeaters toch wel iets van gelijke waarde hebben. Hallo, daar beneden. Oh, dank u wel, extra zon. Dan kiezen wij nou voor de bonnetjes. En voor de Threepeaters. En voor deze. Ja, daar gaat hij lekker. We zouden de magnifying glasses wel kunnen omturnen naar een
coconut cannon, maar vooruit. We gaan toch voor onze gewaagde sprong naar de deadlines. Dat zal niet veel effect hebben. We zijn er bijna in ieder geval. Op 2700 zon zitten we. Dankeschön. Dat zijn onze dandelions. Je gaat het veel verschil maken. Nee, we maken ons uit. Ja, ik kom. 110 matches hebben. Hebben wij wel nodig. Ja, ja. Ik vind dat wel knapper om. Ik vind dat altijd wel knap hoe die games gewoon uit zichzelf weten van. Ah. Nou heeft hij bijvoorbeeld daar een plantenvoedsel-effect geactiveerd, dus die blijft liggen, een soort van, ja, eigenlijk hoe wel bejeweled werkt. Dat de computer kan bepalen van, oké, nou heeft hij daar een match staan, en die is nog inderdaad plantenvoedsel vol en kan nou nog niet weggehaald worden, dus dan moet ik op die tegel een plantje neerzetten, zodat hij nog steeds door kan gaan zonder die problemen ervaart. Zo. Ik zal hem even afgeleid voor jullie. Nou, we zitten op maximale capaciteit, hoi. Zo, nog een paar dingen afvuren, dat iedereen een beetje blij is. En jou een beetje afvuren zo. Ja, en jou afvuren. Oh, dat was een mooie combo. Dat was een mooie combo. Jazeker, dat was zeker prachtig. Twee combo's nodig. Ik zie bijna niks meer door al het geweldige gefroezel wat allemaal gebeurt. En we hebben onze step completed. Nou, was dat prachtig? Ik vond van wel. Oké, daar gaan we nou weer terug naar onze geweldige Dr. Zommels. Gaan we even in de winkel kijken? Doe me altijd even erg gezellig. Gumnut Early Access Bundle. Niks veel bijzonders vandaag. Oké, dan. Dan gaan we de andere keer wel weer kijken, hè? Ja. Oké. Pinata. Hoezo hebben we de Pinata Party al gedaan vandaag? Huh? I am thoroughly confused. Oh. Dat is wel jammer. Geen pinata party voor jullie vandaag. Dan wordt dan toch maar een random leveltje met gewoon random brandjes. Ja, vind ik wel. Zullen we echt een hele random roulette doen? Dan doe ik mijn ogen dicht. En dan ga ik brandjes klikken. Ja. Nou, dat is wel een leuke optie. Als we dadelijk en de bonusquesten hebben voltooid en Dr. Zommels hebben verslagen, dan gaan we gewoon een soort Russische roulette plantjes level doen. Dus ik mijn ogen dicht, ga ik lekker scrollen en dan tik ik een paar dingen aan. Even kijken. Ja, ja, ja. Gewoon hetzelfde als net. Om te laten zien, of in ieder geval hopelijk te laten zien, dat de strategie werkt. Die ik ook zelf heb bedacht, hè. Woe! Dan ben ik trots op mezelf. Ik ben zo trots. Over hoe goed ik wel niet heb gewerkt. Ja, ja, ja. Daar zijn de eerste portalen. Portalen naar de Romeinse tijd. Oei. Is dat niet spannend, lieve kinderen? Ja, ik vind van wel. Ja, dat klinkt spannend. Dat klinkt zeker heel spannend. Zo, la-di-da, la-di-da, la-di-da. Oké, ik heb zo vermoeden dat het nou tijd is voor de Pomegranate! Bombardment. Pomegranate als een plantje en Bombardment in zijn mond. Duimpjes omhoog. En goeie gang. Zo, dat was even een rampje. Een raampje die in mijn hoofd kwam en ik vond best wel leuk in mijn hoofd, dus ik zei het gewoon echt. Down. Ja, zit kom. Even kijken, er komen boven een paar, of komt boven een paar, er komt boven een mega Centurion zombie aan, die we wel moeten uitschakelen. Want wij kunnen bombarden maar. Helemaal koppie. Ja. Dr. Zondos, waarom ben jij nog niet op niveau 2? Dr. Zondos, waarom ben jij nog geen level 2? Of waarom ben je nog steeds op level 2? Daar gaat hij om de strategie, sinds de eerste... De eerste keer zeg maar sinds dat Dr. Zondos er is dat hij nou niet werkt.
zul je net zien, hè. En bij heeft hij letterlijk iets van 9 keer al gewerkt. En dan gaat hij nou zeggen, hehe, toch lekker niet. Oh nee, vooruit. Vooruit. Ja, daar is hij hoor. Hij is dood. Hij is dood. Fantastisch. Toch nog elke keer gewerkt. Ik ben trots op mezelf. Het is wel elke keer gruwelijk spannend. Maar een weinig nog. We hebben Dr. Zonbos de derde keer verslagen. Jaboe! Super, super, super. Hoe leuk is dat nou? Heel goed. Oké, oké. En 20 kiwi-saadjes. Dat tikken we wel lekker elke keer aan hoor, elke dag. Elke dag iets van 60 kiwi-saadjes en dan ook nog een paar zaadjes van de levels die we gespeeld hebben. Dat ging zeker goed. Even kijken. Ik ben nou wel heel benieuwd trouwens. Hè. Onze tree-beater doet 70 schade. En onze dandelion doet 120 schade. Dus het was... geen upgrade. Nee, want de tripje schiet in 3 lanes en hij schiet maar in 1 lane tegelijk. Ook heeft hij wel een bereik van 3 lanes. Ja, hashtag maar voor het wolfje. Even kijken, de Gumnut. Ik zou ook eventjes voor jullie zo gaan bekoekeloeren wat hij nou precies in de Almanac staat. De Gumnut heeft 125 sumcost. Oké, iets minder dan ik dacht, maar nog steeds best wel prijzig vind ik. 12 recharge, 8000 Gumnut health. En als je dat nou even gaat vergelijken met bijvoorbeeld een normale walnoot, is dat net zoveel als een level 10 walnoot. 8000 toughness, dus dat is best wel veel. Moet je ook wel een beetje nagaan denken van, oké, het is maar voor 1 zombie, ja. Het kan wel beter Gargantuars tegenhouden dan een walnoot, maar hij is wel duur. Dat is ook niet zo fijn. Voor de rest hebben we de plant food power en alleen maar zombies gunt. Gum health boost is 300 ofzo. Oké. Okay. I don't know. En Regis is 12 seconden de meeste wel. We gaan het verhaaltje lezen. Een Gumnuts pop. Gumnuts pop sticky gum onto zombies. Pinning them in place and causing them to block the other zombies behind them. Inderdaad. Dus als ze ergens vastgezet worden door het gum. Dan gaan alle zombies erachteraan staan van. Hey, loop eens door. En terwijl die vaststaat. En dan kan niemand doorlopen. Special stronger zombies form stronger barriers. Ja, dat klopt. Als je een Gargantuar vastzet, duurt het heel lang voordat hij doorloopt in vergelijking tot een normale zombie. Best use against Gargantuars en voetbalmax. Oh ja, dat is waarschijnlijk omdat voetbalmax dan... Ah ja, kijk, want de voetbalmax die doet normaal helemaal niet boeien of wat jij nou gewoon een normale walnoot hebt neergezet of niet. Maakt niet uit wat het is, hij doet altijd... Rup, hij doet alles naar voren. Maar waarschijnlijk als hij nou gegumpt wordt door zo'n gumnut, dan kan hij dus lekker duwen wat hij wil, maar dan komt hij nog steeds niet naar voren. Joe! Dus dat is de enige manier om een voetbalmech zombie van Far Future stil te zetten. Maar dan ook echt stil te zetten. Alhoewel, Iceberg Gladys. Iceberg Gladys. Zou wel kunnen. Ja, alweer Iceberg Gladys. Dat zei ik gewoon net zo goed, toch? Of niet? Ja, misschien staat die gum dan. Misschien zit hij dan als hij vastgegeten zit door het gum een half uur te knauwen of zo. Voetbalzombie. Veel langer te knauwen in vergelijking tot anderen, maar. Ik betwijfel het netjes. Oké, dus we moeten hem neerzetten zo. Gaat hij lekker knabbelen. Hier ook weer. Dan hebben we jou vast. Oh! Huh? Het doet meerdere zombies. Oh, dat wist ik niet. Oké, ze zit allemaal helemaal slim te praten, maar dan nog. Het is voor 1 zombie, wou ik zeggen. Het is dus blijkbaar voor meerdere zombies als je gewoon op 1 tile zit. Het is wel echt een Iceberg Gladys. Huh. Ja. Het is gewoon een upgraded Iceberg Gladys dan. Alleen hij is wel duur. Oké, kom op jongen. 2 tegelijk vast inderdaad. Dat is tof om te zien. Dat wist ik niet. En dan gaan we kijken, iets van 3 slagen al, 4 slagen, 5 slagen, 6 slagen, 7 slagen, en zijn ook trouwens aan het knabbelen, 8 slagen, 9 slagen, 10 slagen. Ik weet niet of het helemaal waar was over 10 slagen, aangezien er ook een hele hoop andere zombies aan het knabbelen waren. Maar, I don't know. Tja, daar staan ze hier allemaal weer vast, mooi in bereik van onze Shunda Dragon. Maak jij mijn plantje dood of de gumnut? Oké, met de gumnut die dood. Volgens mij kan niet de achterkant bereiken.
van de tegel, alleen maar vooruit. Weet ik niet 100% zeker. Maar hij doet dan een 1x1 tegel doet hij volmaken met gum. Dus dat weten we ook weer. Maar dan nog, ook al doet hij een 1x1 tegel volmaken met gum, vind ik hem nog steeds duur om te stunnen. Kijk, in deze situatie dit is wel echt perfect uitgelined. Je hebt een lijn met allemaal bloemetjes die je moet verdedigen. Ze mogen niet verder lopen, je hebt hele sterke zombies en best wel zwakke plantjes. Dan is het natuurlijk wel heel verdedigend om een gamma mee te nemen. Als je dat echt zou willen, zou het natuurlijk ook gewoon een explode dat mee kunnen nemen, want dan misschien weer mijn mening veel beter werkt. Maar, als je in zo'n situatie bent, zoals nou, dan is het nog wel, is een voor- en nadelen, dat moet ik wel zeggen. Het kan een best wel sterk plantje zijn. Ja. Het is in ieder geval niet echt een S-tier zoals Pokra of weet ik veel, of Impair tijdens boosterama's. Daar zit wel een heel verschil in. Ja. Dus het kan zijn voordelen hebben bijvoorbeeld op de Z-Mac. Of op de Z-Mac, dat weet ik niet. Zou het ook op hele grote bossen doen. En op Scorpion bijvoorbeeld. Weet niet, want er zitten hier voor geen levels nou met megabossen, zeg maar, in Paddy's Pursuit of Arena. Dus kunnen we het niet testen. We kunnen het sowieso niet testen, want we hebben een plantje. En dat zijn best wel interessante vragen die je nog misschien wel, als je het antwoord weet, in de comments kan zetten. Kan de Gumnet bijvoorbeeld een Imp of een Z-Mac vastzetten? Interessant. Even kijken, als meneertje vaststaat. Oh, ik wil zeggen, als meneer Koek een beetje vaststaat, kan hij dan nog een shield maken. Oké, nou, dan kun je nou laten zien, jongen. Kun jij nog een shield maken, als jij gekumpt bent? Kan dat of niet? Hier, ga iedereen lekker vol zitten met overal gum. Helemaal toppie. Volgens mij, als hij eenmaal bezig is, kan hij geen gun maken. Of kan hij geen shield maken. Ah, we zitten, hij kan wel zijn shield maken. Dat duurde gewoon even. Oké. Uit het niets krijgen we in één keer een plant boosted. Of een plant food boosted. Geweldig licht, Maurits. Zo weet hij nou. Ja, spooky, nog wel eens. Zo vaak gebruikt ben ik. Maar hier kun je allemaal het voorbeeld zien van de geweldige Gumnet in actie. Tegen. Even iedereen stilzit op een andere plek. Tegen de Max. En je hebt allemaal voetbalmax die allemaal lekker gegund zijn. En ze kunnen niet veel. Zo, klop. Iedereen onder de gum. Iedereen onder de gum. Ghost Pepper volgens mij is het er. Of zoiets. Ghost Pepper. Ja, hij is wel heel eng hoor. Lekker bezig. Dan halen we jou weg en dan gaan we kijken wat we nog bijvoorbeeld een nieuwe Ghost Pepper krijgen. Wat ben jij eng. Ja, wat ben jij eng. Hier kun je dan onder andere heel goed zien dat de voetbalmac vastgezet werd en niks meer kon doen. Hij kan de gum niet vooruit duwen. Ik had het wel echt geniaal gevonden. Als ze een animatie hadden gemaakt, vond dat hij dan de gum ging douwen. En dat hij daardoor zijn hele machine zeg maar onder de gum kreeg en dat hij daardoor kapot ging ofzo. Dat heel zijn machine ging kapot gaan door de gum. Dat was wel leuk geweest. Maar ja, je kunt natuurlijk niet te veel wensen. Je kunt niet te veel wensen. Ja, Gumnet. Misschien als hij heel goedkoop wordt. En ook een hele lage recharge time krijgt. En misschien nog wel een extra area of effect bonus krijgt. Dat hij dan wel heel sterk kan zijn. Maar op level 1 vind ik hem zelf. Persoonlijk vind ik hem niet echt heel goed. Je zou beter gewoon een iets hogere. Ja, nog steeds een iets hogere iceberg letters kunnen inzetten. Als je geen vuurplantjes gebruikt. Dan een Gumnet. Dat kost in principe alweer 375 zonnauw om 3 Grandjars neer even vast te zetten. En wat kon je daarmee doen? Je kon ook wel een hele hoop andere offensieve plantjes kopen. Dus ja, ik vond het echt heel goed.
Oh, dit moest er eigenlijk uitvinden, jongens. Weasel Horde. Ja, die is jammer dat ik hem eigenlijk uitvinden. Want een Weasel Horde is eigenlijk nog een Weasel los kan laten. Als ik gun dat, als ik gun is. Oké, iedereen kom op gun. Ja, een bommetje voor jou. En nog een gun. Iedereen lekker stilstaan, dames en heren. Oh, er weer geen George erachter. Jij mag ook lekker stilstaan, hoor. Geen probleem. Oké, dus als je een nieuwe gun gebruikt, dan stelt hij volgens mij de oude gun niet. Dat is ook een probleem. Als ze een half weg is met de gun, maakt het niet uit. Dan hops of wat, ze gaan ze gewoon door met knallen. Nou, ik wil zeggen dat we nog heel veel geleerd hebben over de gun in deze 5 levels. We krijgen hier wel 50 gemoedelijke zaadjes. Onze kant wup, opgeworpen. Zeker niet slecht. Hoe zijn het er trouwens maar 50 van de 200? Waren het niet eerst 250 zaadjes die je nodig had? Dat is heel interessant. Volgens mij of ze hebben hem nou 50 zaadjes minder laten kosten. Of ze gaan hem alleen maar naar Penny's Pursuit geven. Dat zou ook kunnen. Maar ik heb zo'n vermoeden dat hij gewoon overal komt. Dus dat hij weer een paar dagen hebt in... De Piñata Party, een paar dagen in de shop een beetje volgens mij. En dat hij daar gewoon weer een arena plantje wordt voor een maand. En dat is weer sowieso de enige manier om hem gewoon een beetje upgrade te krijgen. Ik zal hem denk ik level 4 maken of zo. En ik heb hem met een Shine Vine gedaan. Ik heb volgens mij dat plantje ervoor. Dat was de... Wat was dat? Ik weet even niet meer. Was het de ultimate? Nee, de Dark Choke. Ja, de Dark Choke. Die heb ik voor mijn level 5 gemaakt. Dat vond ik ook zo'n gaaf plantje. Ik vind het nog steeds een heel gaaf plantje. Hij is niet zo heel effectief. Ik vind het zo'n gaaf plantje. Dus die heb ik gezellig level 5 gemaakt. Door 1000 crowns te krijgen in Arena Mod. Arena Chef Petters. Ja. Oké, kom op jongens. Ik wil eigenlijk 4000 zon hebben om mijn gewone citroentjes te doen. Mijn Citron. Chitronboy! Hallo! Hallo, little middle below. Oké. Hello, little Chitron. How are you going? Very good, that's fine. Hopsakee. Nou, dat was perfect getimed met die Granger. Dat moet ik wel zeggen. Dat was echt, echt perfect getimed. Je kunt het niet beter hebben. Dan gaan we nou. De smeren. De voer. Starfruit. Aangezien je gewoon veel meer schade doet dan onze geweldige rode Mega. Nou weet ik hem wel in één keer. Roto Vega. Hint naar een vorige aflevering. Als je nog niet gezien hebt, kijk de vorige aflevering ook. Niet de vorige. Eén van de vorige. Kijk het gewoon allemaal. Even een goed idee. En, dit heb ik al heel lang niet meer gedaan. Hè? Mocht jullie nou naar deze aflevering kijken en denken... Oh mijn god, het is zo geweldig wat ik nou aan het kijken ben. Ik wil zo graag meer van deze lieve Chantal, van deze geweldige, charming gozer zien. Dan kun je altijd bedenken en raadplegen of wat jij wilt abonneren op dit kanaal. Dat is helemaal gratis. Je hebt een grote rode subscribe button onder deze video staan. Daar moet je gratis op klikken. En dan blijf je op de hoogte van al mijn geweldige nieuwe video's als ze online komen. Ook kun je op het belletje klikken, die is naast de subscribe button. En daarmee blijf je ook op de hoogte van alle nieuwe video's. En krijg je als het goed is een notificatie binnen als jij geabonneerd bent met het belletje. Wanneer ik een nieuwe video upload. En je kan bijvoorbeeld ook lekker comments achterlaten met van... Nou, ik wil heel graag in de volgende aflevering deze plant showcase zien. Ik wil heel graag deze serie weer een nieuwe aflevering van zien. Schrijf dat ook wel lekker in de comments. En als je dan helemaal een geweldig video vindt, kun je ook nog op de like knop drukken. Dat is helemaal tof, hè? Ja. Zo. Nou, dat was even mijn dagelijkse reclame weer. Ik ben helemaal van de kaart. Ik ben helemaal bezig met mijn advertentiedingen. Ik vergeet helemaal te swipen. Swipen, hè? Ja. Zo, dat was het. Helemaal top. En ik zie jullie later, plantjes. We hebben nog één level te gaan. En dan gaan we nog het mystery level doen. En dan is het einde van de aflevering. Dat was toch weer spannend, hè? Wait,
For future. Oké, de upgrade voor de Chomper is de Ice Snapdragon. Of de Cold Snapdragon. Dus daarvoor gaan we nou hier als eerste sparen. Want de Chomper, ja. Die doet niet zoveel, hè? Even kijken, ik ben weer schil, jongens. Daar, linksboven. Linksboven, linksboven. Linksboven. De fantastische Punisher. Is er. Ja, maar ik heb dus vandaag lekker een hoop video's opgenomen. Ik ben lekker bezig met editen. Een fantastische nieuwe game ben ik aan het spelen. Het is een beta-test wat ik nou aan het doen heb. Voor Totem Tribe 2. Dat is een leuk spel hoor. Zeer leuk. Het kost zoveel tijd en zo verstaand. Maar het is een heel leuk spel. Jazeker, jazeker. Herkomst Snapdragons, ik vind het ook. En ik vind het dan wel bijna tijd om daar te gaan upgraden naar onze geweldige Primal Beast Shooter. Ik vind het wel leuk hoe die nou hoe dat ding zijn Red Stinger. Zeg maar zo'n plantfruit animatie heeft dat die gewoon echt helemaal vooraan staat. Joep, en nou is je weer op één niveau. Wat leuk! Wat leuk! Ja, heel leuk, hè? Ja, helemaal top. Zo, zo, zo. Nou, wat een ontspannende aflevering. Zo. Ja, jij bent nou helemaal van je padje af, aangezien je nou niet weet welke pandenvoedsel-effect je moet gebruiken. Ik zou ook helemaal gek worden, jongen. Nou, ik ben benieuwd, hoor. Oh ja, we kunnen trouwens onze dingen gebruiken nou. Ik zit even te kijken, denk ik. Hoor. Wat moeten we nou weer doen voor gekke dingen? Zo, klops. Infinite. Ik zou niet weten of het beter is. Ja, misschien omdat hij als hij opgegeten wordt dan niet helemaal kapot gaat. Maar daar zie ik niet heel snel op. Hoor. Dat was nog laatst een leuk level, jongen. Dat was ook een. Daar heb ik hem ook op een video staan. Dat was ook bedoeld. Alleen om met de nieuwe zombies. En dit was moeilijk, jongens. Woe! Dit is echt gewoon easy peasy lemon squeezy vergelijking tot die vorige aflevering. Holy moly, dat was een uitdaging. Nou hebben we een shield, een infinite shield, zonder dat er een infinite is. Nou ja, zeg. Hoe kan dat nou weer? Het is makkie! Het is echt pure makkie. Ik vind het wel. Ja, ik vind het wel. Hé, lieve Chomper? Ja, echt wel. Nou, dan gaan we bijna naar onze mystery level. Zo. Doei Chomper, tot de volgende keer. En dan ben ik benieuwd wat we gaan krijgen. We hebben 60 premium seed packets van hier van Bakabon. Waarvan helemaal niks interessants is behalve de honingtwissel. Die is super schattig natuurlijk. En dan gaan we nou het Russische roulette spelen. Om een random level te kiezen in een random wereld. In het random plantjes. En zo, even kijken in de almanac. Wat ben ik nou weer aan het koekloeren? Helemaal niks, behalve dat je 50 zaadjes hebt gekregen. Oké. Collect limited time seed packets during the Gumnut event to unlock. Oké. Heb je hier nog interessante dingen erbij staan? Nee. Oké, dan niet. Dan niet. Nee, dan niet. Nou, dan gaan we nou eens eventjes een random wereld pakken. Dus ik doe mijn ogen dicht. En ik swipe naar links, ik swipe naar rechts, ik swipe naar links. Sorry als jullie nou helemaal crazy worden. En we kiezen deze. Even kijken, en we hebben... Oh, we hebben Far Future, oké. Okay. En we gaan naar links, en we gaan naar rechts, en we gaan naar links, en we gaan naar rechts, en we gaan naar links. En we kiezen deze. Wow, klinkt ik in één keer goed? Ik ben meester. Dat was echt gewoon perfect. Oh, ik kan hier geen plantjes kiezen. Laat maar.
Ik was even echt helemaal amazed over hoe geweldig het ging toen ik mijn ogen dicht deed. Oké. Het ging niet zo heel goed. Even kijken, nou, dan kiezen we wel de klooster of de meeste dichtbij. Nou, ik kies iets moeilijker, want dat is wel heel makkelijk. 21, want de rest zal waarschijnlijk allemaal een showcase zijn van een plantje. Aangezien er dan net één level naar een plantje is. En daar hebben we niet veel zin in. 5000 som produceren en meer. Oeh. Er wordt echt een nedergang zonder een zonplantje. Oké. Ik mag één zonplantje zelf kiezen die ik niet vaak gebruik. Of allemaal zullen we de Shine Vine doen. Ja, gewoon. Die hebben nog van mij hier gezogen op level 4. De Shine Vine. En nou gaan we random dingen doen. Oké. Tikketik, even ja, we hebben Shrinking Violet, oké. Tikketik, deze. En we hebben Tree Peter, ja, oké, kunnen we meewerken. Tikketik, deze. Hey, de Redstinger, oké. Oeh, nog maar één ding trouwens nodig om level te level uppen. Tikketik, deze. En we hebben de Sunflower. Oké. Oh, die werkt trouwens wel goed voor onze bonus challenge van 5000 som. Oké, niet slecht. Deze. Oeh, we kijken weer goed. De Electricity. Oké. Kunnen we mee leven. Deze. De Apple Mortar. Ja. Dat is oké. Zeker geen slecht plantje. Deze. Oh, de Magnet Shroom. Ja, meneer heeft gepland voor het effect. Ja, die halen we weg. Oké. Zullen we zeggen de Chomper, want die zat er het meeste dichtbij, hè? Ja, pakken de Chomper. Die wordt ook niet vaak, die krijgt ook niet vaak aandacht. Nou, dit is onze random selectie. Ik vind het prachtig. Oké, dan gaan we denk ik. Daar ben ik heel geïnteresseerd naar eigenlijk. Als ik nou... Ik ben het alweer vergeten. Oh, dit is nog steeds de derde rij. Dan telt het niet. Oké, dan laat maar. Ik kan zeggen, als ik nou op de... Red Stinger op, zeg maar, een van de middelste lijnen of naar achteren doe. Wat voor planten moet ze hier ook weer krijgen? Dat ben ik helemaal vergeten, maar... Ja, dan zien we misschien straks wel. Chomper, lekker knabbelen, jongen. Dat is lekker. Ja, dat is lekker. Dat vind jij heel lekker. Oké. Ik ga hem nog een keer knabbelen. Ja. Ik weet echt niet meer wat die plantenvoedsel is van de Redstinger als hij zo staat. Oké, we gaan een heel aparte strategie doen. Zo, ik denk dat we zo al genoeg zonnetjes krijgen. Oh, je planting limit. Oké. Dat het als een... Voor mij telt het wel als een extra plantje, of niet? 1, 2. Ja, oh, dat is vervelend. Ha. Oké, je moet even wachten. Ik ga anders kijken wat dit doet als plantenvoedsel. Is het gewoon nog steeds hetzelfde? Ja, dat is nog steeds zo'n gekke manga straler. Oké, dan weten we daar weer, hè? Dan wachten we even totdat wij genoeg dingetjes hebben. Zonnetjes hebben, wou ik zeggen, maar een beetje close. Zo, ja. Ja, daar staat hier ook nog aan doen, jongens. Ik weet het. Botswarm, uh-oh. Nee, goed zo, lekker knabbelen. Oei. En je ziet trouwens een kostuum van de Redstinger er doorheen. Dat is grappig. Dat vind ik nou niet. Ja, dat vind ik ook. Ik weet dat ik best wel sterke pandjes heb, maar we moeten wel oppassen dat we niet te snel gaan met onze pandjes. Kijk, want we kunnen heel snel zonnetje uitschakelen. Heel snel zon krijgen, dan wat ermee. Laat maar, we hebben genoeg zon. Jij mag hier lekker, jij. Alles. Oké, dan gaan we nou onze strategie neerzetten die we willen gebruiken. Zetten de redstingers zetten we dan. Nou, de redstingers zetten wij neer. Onze verdiepende planten. Dan hebben wij een mooie lijn met Chompers. Lekker. We zullen de Apple Mortar weghalen, we weten dat die te overpowered zijn. En dan gaat er nog een rij met Redstingers achteraan. Iedereen klein maken.
prachtig, prachtig. Ik denk dat we toch een leuke diverse aflevering. Zo, Electricity neerzetten. Electricity, lekker smikkelen. Opeten die Electricity. Boom. Beetje Symmetry. En wauw. Mwah. Prachtig. Ik vond het een leuke Russische roulette level. Zeker fantastisch. We krijgen wat blowers, we krijgen een Shutrun. En daarmee gaan wij de aflevering afsluiten. Het viel me ook echt heel erg mee dat wij ons bonuscellentje konden halen. Ook hebben we een beetje gesmokkeld met Sunshine. Of de Sunshine. De geweldige Shinevine. Maar dat was hij dan voor vandaag. We gaan eventjes kijken naar deze zielige zondags. En daarmee wil ik jullie allemaal vertellen. Mochten jullie deze aflevering nou super tof gevonden hebben, vergeet dan vooral niet op het duimpje omhoog te klikken, te liken, te abonneren, op het belletje te klikken en nog veel meer. En voor de rest, hoop ik voor deze aflevering super tof. Like, abonneer, reageer voor meer. En misschien zie ik je dan de volgende keer weer terug bij een gloednieuwe aflevering hier van Plants vs. Zombies 2 It's About Time of iets heel anders op Wolf Gaming. Dus tot de volgende keer. Later! We'll be right back.